Goedemorgen. Vanochtend hebben we weer de nodige afwisseling in ons programma. Dus voor ieder wat wils. Ik ga u meteen aan de gasten voorstellen. Naast me zit Albert Brussé, die ons kan vertellen over de ontstaansgeschiedenis van een stuk harmonie poëtiek et religieuze van Frans Liszt. Jij gaat de wereldpremière spelen. Ja, over 14 dagen in het kader van het 10e Liszt Festival zal ik proberen daar de eerste uitvoering van te geven. Het betreft een cyclus van oorspronkelijk 12 delen, waarvan er nu nog 11 aanwezig zijn. Een cyclus die nooit uitgevoerd is, gedrukt of wat dan ook. En jij hebt geworpen op het reconstrueren van die cyclus, ja, als het ware. Ja, wij waren een schetsboek en er waren 3 delen van uitgegeven, maar de andere nooit. Die werden ook altijd beschouwd als niet voltooid. En die heb ik gereconstrueerd en die worden uitgegeven. Ik ben ontzettend benieuwd, Albert, naar het verhaal. Maar je gaat ook nog een stukje spelen, hè, straks, op de vleugel die daar staat. Proberen op de zwarte vleugel daar het laatste deel, postlude, van te laten horen. Mooi. Dan gaan we aan het eind van het programma luisteren naar de groep Boyaki. Die zitten hier allemaal, al klaar voor het optreden straks. En ik ga praten met jou, Monica Akihari. Ik zeg het goed, hè? Geweldig. Ja. Kan jij even in het kort, in een paar zinnen zeggen, wat voor soort muziek we kunnen verwachten van je groep? Nou, wij noemen het zelf eigenlijk de stijl world beat. En een mix, denk ik, tussen geïmproviseerde muziek en heel veel invloeden vanuit de traditionele muziek. Uit Indonesië, uit India, uit Afrika. En ja, dat proberen we straks in ieder geval ten gehore te brengen. Ja. En het zijn stukken die jullie allemaal zelf componeren? Ja, het zijn allemaal eigen composities. En vandaag dan 2. Nou, dus dat mogen wij hier gaan beluisteren. Ja, en dan gaan we naar het solo-slagwerk. Er zijn na de Tweede Wereldoorlog veel stukken geschreven voor solo-slagwerk. Een aantal componisten, Xenakis bijvoorbeeld, heeft stukken geschreven, Stockhausen. Maar ook een componist, Morton Feldman. En we hebben hier een fantastische slagwerkster uit Bulgarije. Daar is zij uit afkomstig. Tatjana Koleva. En zij gaat een stuk spelen van Morton Feldman, The King of Denmark. Morton Feldman is een Amerikaans componist. Hij is helaas veel te vroeg overleden. Het is een componist die zich kenmerkt door vooral het zachte spelen wat hij voorschrijft. Dus geen ontzettende hoogpunten pieken in zijn dynamiek. Het is heel zacht, ook het stuk wat u straks gaat horen. Dus u moet misschien even uw luidspreker wat harder zetten in de televisie. Ja, lange stukken ook schreef hij. Hij heeft een strijkkwartet wat uren duurt. Ik heb zelfs een pianokwintet van hem meegemaakt in Amerika, wat ongeveer 2,5 uur tot 3 uur in beslag nam. Mensen werden soms onrustig, liepen weg. Maar de bedoeling is juist die rust die van die stukken uitgaat. Vaak één akkoord wat zich steeds meer herhaalt in de muziek van Morton Feldman. Een bijzondere man. Hij liet zich inspireren door de Perzische tapijten. Hij liet zich onder meer inspireren daardoor. En die Perzische tapijten die hingen in zijn huis, die kocht hij overal ter wereld. Een unieke man ook om mee te praten. Dat heb ik gelukkig ooit eens kunnen doen. Maar ik ga nu uw aandacht vragen voor het stuk The King of Denmark en Tatjana Koleva.
King of Denmark van Morten Veldman. Hier vertolkt door Tatjana Koliva. En die komt hier naast me zitten. Tatjana, zullen we afspreken, goedemorgen, dat ik mijn vragen in het Nederlands ga stellen. Want je bent hier ook al een tijdje in Nederland, je verstaat ons in ieder geval. Maar als je zegt, nou, ik voel me lekkerder als ik Engels spreek, ga gerust je gang, want dan kan ik het weer vertalen. Okay. Maar dan weten in ieder geval de mensen waar ik het over heb. Ja, laten we maar eens even gaan hebben over dat stuk wat je net speelde. Van Morten Veldman. Ik zei al tegen de kijkers, het is heel zacht, pianissimo, piano. Hij komt eigenlijk in zijn composities nooit verder overheen. Hè. Het is altijd zacht. Hij heeft nooit pieken in zijn dynamiek. Dat is hier ook zo, hè? Ja. En de bedoeling is dat de slagwerker moet proberen alle klangen als even... Ja? Mogelijk te spelen. Zo, de bedoeling is natuurlijk dat rust. En het meest belangrijk is de klank. Ja, de klank. De sound. Ja. Nou is dit een grafisch partituur. En ik zag, en jij hebt geloof ik het op een daar op het zwart geplakt. Ja, dat is beter. Ja. Dan kunnen we dat even laten zien. Kijk. Het is, oh, op zijn kop ook nog. Kijk, want ik ben ontzettend benieuwd, want ik heb het hier ook. Hoe kom je daar nou uit? Het is dus grafisch genoteerd, hè? Ja. Maar hoe begin je nou aan zo'n stuk? Tot het iets wordt, een geheel. Ja, het is... Ja, dat moet ik in Engels praten. Ja, doe het maar. Ja, ja, ja. Ja, die score is graphical. And although it's graphical, it has a certain structure because, as you see, it's all written with... Can you show that? Yeah, misschien kan de camera er even bij komen. Dat is wel leuk om te zien hoe dat nou genoteerd is. Ja? Okay, you can see that you have different kind of numbers. Yeah. Like Roman numbers. So you have like Arabic numbers and Roman numbers. Which means that if you have numbers like Arabisch this, then you play zit, it with different strokes. You see different... one after another. If you have something like five together, a Roman number or something, you play it as an accord. Oh, that's just, and, dan speel je het als een akkoord, ja? And then you can have like this long, thick lines, which mean clusters. And you have... Cluster, dat is een hele stel noten samen. Precies. Goed gezegd? Ja. Ja, in de juiste range. In de juiste range, ja. En dan natuurlijk als in andere muziekpartituren, je hebt hoog en medium en laag klank. Dus het gaat van boven naar beneden. Ja. Heel hoog en klein... klank en dan heb ik heel dunne, heel laag. Er zit dus echt een muzikale lijn in, ja. Volgens jou wel. Het is niet zomaar wat opgeschreven. Nee, het is voor mij het structuur van dit stuk. Het is niet gewoon nummertjes en kleine notjes hier en daar. Voor jou heeft het ook een hele duidelijke lijn en structuur van begin naar het eind, als het ware. Een opbouw, hè? Ja, maar dat betekent, ik denk ook van die... muzikant. Want andere mensen misschien vinden het niet zo leuk gewoon de structuur of die rode lijn te volgen. Maar... Nou, speel je het stuk, dat heeft iedereen kunnen zien, met je handen. Is dat voorgeschreven? Ja. Dat moet je... Jij mag dat niet... Geen sticks, niks? Geen sticks, geen mallets, geen niks, geen ring of zo. Het moet helemaal... Bergen. En dat heeft te maken met die zachtheid en die fluwele klank die het voortbrengt eigenlijk, aan het slagwerk. Ja, het is een heel speciaal gevoel. Het is ook, hoe moet ik zeggen, intimate. Ja. Je bent zo dicht bij die instrumenten. En de bewegingen, Tatjana, die je maakt, zijn die ook door Veldman voorgeschreven? Je hebt bepaalde bewegingen, ook bij het straks stuk wat je gaat spelen trouwens, zag ik op de repetitie. Ja. Of is dat jouw eigen inbreng? Ja, dat is mijn... ik heb zo besloten te spelen. Want ik kan ook deze stuk spelen met heel klein setup. Heel klein opstelling. Maar... dat heeft hij niet voorgeschreven. Dus, nee, alle klanken, wij moeten zelf een keuze. Ja. Maar ik heb triangles en bacon en bell, like sound, of skin, so fel. Ja. Maar dat is... alle over klangen. Ja. Alle anders, ik koos mezelf. Dat is jouw of die muzikant, of die slagwerk. Geweest. Ja.
Ja, even over jouw muzikale achtergrond. Je komt uit Bulgarije. Mm-hmm. Bent op een gegeven moment hier in Nederland terechtgekomen. Is daar een slagwerkcultuur? Is daar een opleiding voor slagwerk zoals je dat hier speelt? Ja, wij hebben een klas in het conservatorium. En ja, wij hebben heel goed muzikanten en ook technici. Ja, mensen dat kan heel goed spelen. Maar voor ons, wij hebben nog niet genoeg informatie over die moderne muziek. En slagwerk is... Moderne muziek. Ja, de laatste 50, 60 jaar. Ja, ja. Natuurlijk in orkest, wij spelen wel. Heb je dat ook gedaan in Bulgarije, in orkesten gespeeld, als slagwerkster? Ja. Yes. Maar dan de normale stukken, dus wat voor repertoire speelde je daar? Ja, wij spelen nu met Stravinsky of Shostakovich en Mahler en alle normale dingen. Waar veel slagwerk bij zit. Ja. Je bent naar Nederland gekomen, waarom heb je dat gedaan? Ik heb uitnodiging gehad van een leraar uit Rotterdam. Nou, hij is Amerikaanse, hij heet Robert van Sijs. En ik heb met hem 4 jaar in Rotterdam gestudeerd. En nu ben ik in het Koninklijk Conservatorium. Daar studeer je nog? Doorgegaan, ja. Dus ja, ik moet afstuderen deze jaar. Nog steeds? Ik zou zeggen, je bent al afgestudeerd als ik dat hoor. Ja. Zo goed ben je. Ach, bedankt. Ja. Maar geef je al solo concerten? Ja, geef ik wel. En, ja. Wanneer kunnen we jou eens beluisteren in een solo concert? In een solo concert? In het Stedelijk Museum, geloof ik, hè? Ja, Stedelijk speel ik met een kwartet, Elektra kwartet. Het is een nieuw ensemble, het is kammermuziek. En het is een nieuw idee. So that wij spelen op 25 oktober met 4 muzikanten. Recorder, violin, soprano en slagwerk. Ja. Maar je wil je natuurlijk toch specialiseren ook in dat solo-slagwerk. Ik speel. Dat betekent dat je... Ja, eigenlijk kom je dan in het repertoire na de Tweede Wereldoorlog uit. Hè? Daarvoor is toch geen solo-slagwerk geschreven? Sorry, dat moet ik in het Engels... Het repertoire voor solo-slagwerk is na de laatste 50 jaar. Ja, precies. En ja, dat speel ik ook, natuurlijk. En ja, maar ik wil niet alleen solo-muzikant zijn. Of alleen kamermuziek. Of alleen orkestra. Ik denk dat je bent muzikant eerst. En dan... Ja, ik vind het fantastisch met andere mensen spelen. Nou, je komt net uit Japan, hoor ik, hè? Met het... Met Schoenberg en Asconcent. Met Schoenberg, dus... Dat is kamermuziek helemaal. Ja. Maar dit is toch ook leuk om te doen, dat solo-slagwerk. Het is zo spectaculair, vind ik. Ja, ik werk om iedere jaar op verschillende programma's of nieuwe ideeën. Ik probeer te gebruiken. Ja. En dat werk ik als soloslagwerk altijd. We gaan nu naar jouw specialisatie bijna, de marimba. Daar is redelijk veel repertoire van geschreven. Tenminste, ik heb wel meer stukken in allerlei combinatie met marimba gehoord. Ja. Maar je gaat nu een solostuk spelen voor ons. Hoe heet dat? Dit is een concertpiece voor marimba. En dit is geschreven bij een Bulgaarse componist. Hij heet Tenko Minkin. En interessant in deze stuk is dat hij gebruikt veel... harmonie en melodie en materiaal uit onze volkmuziek. Dus en hele duidelijke volksmuziek invloeden. Ja, hoop ik wel. Dat gaan we beluisteren. Ik vond het ontzettend plezier dat je hier was. Ik wens je heel veel succes met je carrière, met je examen, wat je dan ook nog kennelijk moet doen in Amsterdam. Ik zou zeggen, ga naar de marimba. En daar gaan wij dan van genieten. We zien elkaar straks nog. Tatjana Koliva, die ook een stuk speelt van een landgenoot van haar.
Stuk gespeeld door Tatjana Kolova. Ja, de donkerbruine klanken van de marimba. U kunt haar beluisteren op de 25e aanstaande in het Stedelijk Museum. En ze vertelt het al, dan is een heel nieuw kamermuziekgezelschap waar zij dan deel uit van maakt. Ja, naast me zit nu Albert Brusset. We hebben hem in het begin van de uitzending gezien. Ja, bijzonder hè, zo'n marimba. Heel bijzonder. Ja. Heel knap met vier van die stokken. Ongelooflijk hè, virtuoos. Het zou Liszt ook denk ik mooi gevonden hebben. Denk het wel, hij had 10 stokjes. Hè? Ja. Zij moest het vier. Ja, maar hij hield van dit soort dingen hè. Ja, ja Albert, je bent pianist. Je gaat straks van ons spelen, dat heb je ons al beloofd. Je bent docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Je schrijft in het jaartijdschrift van de Liszt-kring. En je bent ook nog secretaris van de EPTA. En misschien moet je die afkorting even uitleggen voor ons. EPTA, wat betekent EPTA dat? Betekent European Piano Teachers Association. Dat is een internationale vereniging van pianodocenten en pianisten. Die hebben nu in geloof ik 36 landen ieder hun eigen departement. Ja. De afdeling Nederland bestaat al verschillende jaren. Er zitten zo'n 1000 leden ongeveer, pianodocenten, die daar lid van zijn. We hebben studiedagen. Ik zit in de redactie van het blad, we hebben een eigen blad, Piano Bulletin. En er is ook kort geleden een EPTA-studie-documentatiecentrum opgericht. Waar iedereen zijn nalatenschap, boeken en dergelijke achter kan laten. Dat is heel bijzonder. Zodat we een hele grote bibliotheek gaan krijgen van alles wat met piano te maken heeft. Ja, dus als mensen daarin geïnteresseerd zijn, zouden ze eventueel zelfs daar naartoe kunnen gaan. Ja, voor een of andere studie en de raadplegen. Ja, zeker. Dat is te bedoelen. Ja. En je houdt je natuurlijk met Liszt bezig. En daar gaan we ons nu echt mee bezighouden. Hè? Ja. Ja, want dat stuk, die harmonie poëtique et religieuze, dat heeft een hele geschiedenis. Hè? Een geschiedenis eigenlijk van 3 fasen, zou je kunnen zeggen. Kan jij... want je hebt een heel artikel in dit blad geschreven. Dat komt uit bij ter gelegenheid van het 10e Liszt-festival. Heel mooi, met bijzondere artikelen erin. Dat artikel dat is natuurlijk vrij groot. En wij moeten het proberen enigszins samen te vatten. Ja, ik zal mijn best doen het heel kort samen te vatten. Het begon allemaal in 1834, toen Frans Liszt, sterk onder invloed van zijn tragische, toen nog tragische liefde voor Marie de Gould, een heel somber pianostuk schreef. En hij verbond daar de titel aan van een gedichtenbundel van Lamartine, Harmonie, Poëtiek en Religieuze. Omdat in het voorwoord van die gedichtenbundel stond van mensen die waren vaak depressief, maar die konden dan troost vinden in de religie. En dat had hij voor zichzelf natuurlijk nodig, troost. Dus dat stuk bestaat eigenlijk ook uit 2 gedeelten. Een heel somber gedeelte en een wat troostrijker, religieusachtig gedeelte. Al vrij kort daarna dacht hij bij zichzelf, heeft hij ook geschreven aan vrienden en Marie de Gould. Ik wil hier een hele cyclus stukken maken. Allemaal geïnspireerd op zo'n gedicht van Lamartine. Heeft heel lang geduurd voordat hij daar eindelijk aan toe kwam. Hij heeft af en toe wel eens een poging gedaan, maar nooit tot een afgebouwde cyclus gekomen. Tot hij dan in 1847... de gast was bij Caroline van Sein-Wittgenstein, een Russische prinses die hij ontmoet had in Kiev. Zij had hem uitgenodigd op het slot bij het dorpje Woronintje. En daar is Liszt 3 maanden geweest. En daar heeft hij inderdaad voor het eerst een hele volledige cyclus in 12 delen harmonie poëtiek geschreven. Enkele jaren daarna heeft hij die hele cyclus herzien. Enkele andere delen daarbij gedaan. En toen is dus de bekende cyclus in 10 delen uitgekomen. Dat was in 1853. Ja. Dus het belangrijkste is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat ontstaan
in het tweede gedeelte. Want wat hij in 3 maanden heel snel heeft geschreven. Die cyclus was dus eigenlijk niet bekend dat hij er bestond. Er waren natuurlijk een paar kopstukken die wel wisten dat er in een schetsboek in Weimar wat stond, wat er iets mee te maken had. Er zijn ook ooit 3 delen van uitgegeven, deel 1, 2 en 3. Maar de foto van deel 4, die ook ooit is uitgegeven, is, daar staat onder, dit is het begin van een compositie genaamd Nita Niedermarie, welke niet voltooid is. Ja, ja. En ook in de literatuur wordt af en toe wel eens een titel genoemd, maar altijd staat erbij, not finished, hè? Not yet finished. En nou, dat was het punt waardoor het ook nooit uitgegeven is. Maar kon er gewoon niets van maken. Een foto zelf gemaakt van dat kasteel waar het dan geschreven zou zijn. Ja, dat was een heel avontuur. De laatste vakantie in de Oekraïne heb ik veel tijd besteed om het vinden van de ware locatie waar het dan gebeurd is. En dit is dus niet de ware locatie? Nee, deze foto, niet deze, want die heb ik zelf gemaakt, maar de foto, staat altijd afgebeeld in boeken. Dat bleek dus het verkeerde paleis te zijn. Met behulp van een jongen, een gids, een student, ben ik er naartoe gekomen. Dat is een hele tocht hoor, er gaat een dag overheen voor je bij zo'n dorpje bent. En voordat je het vindt natuurlijk ook. En toen was het dicht en toen hebben we nog een uur gewacht en toen kwam er een mevrouw aan sloffen. En het was dan een mevrouw die daar een klein museumpje in gevestigd had, vliegtuigmuseumpje. En die vertelde ons doodleuk, ja, ik zie wel eens vaker iemand geweest, maar dit is het paleis niet. Zij wist het waar er ook niet van, maar ze heeft ons weer dat verwezen. Dus, dat bleek ook zo te zijn. Dat bleek ook zo te zijn. Dan heb je hier een foto die een beetje, het hoort wel bij deze herfst, hoewel het volgens mij zomer is erop. Het was regen. Nou, dat klopt wel een beetje, hoewel het is nu mooi weer. Maar wat is dit dan? Nou, toen wij dus hoorden dat dat het paleis niet was, zijn we dus op zoek gegaan naar het ware paleis, in de hoop dat het nog was. Maar het bleek er niet meer te zijn. In 1917, bij die onlusten van de Franse, de Russische opstand, hè, de Oktoberrevolutie, toen is dat paleis, wat van hout was, is met de grond gelijk gemaakt, helemaal afgebrand. En het echte paleis bij Woronintje bestaat niet meer. En dat paleis is bij een dorpje 100 kilometer verder, dat heet Woronskaya. En dat is die verwarring die er dan ingeslopen is in de loop der jaren. En als het eenmaal in een boek staat, ja, de volgende neemt het over en de derde neemt het weer over. Zo is dat, zo gaat dat. En ik heb dus helemaal aan het eind, bij een voetnoot aan het eind van het artikel moeten plaatsen, dat dus de foto niet klopt. Nou, hebben we hier ook weer allemaal mooie foto's van manuscripten. Waar zijn die manuscripten? Waar bevinden die zich? Het manuscript waar die tweede versie van de cyclus in staat, bevindt zich in Weimar. Het grote Goethe und Schiller archief. Er zijn een heleboel archieven samengekomen. Ja. En nummer 60, dat is dan Liszt's archief. En daar staat ongeveer 2/3 van alle Liszt archivalia en manuscripten zijn daar aanwezig. En daar heb je dus ook de schetsboeken, een stuk of 12, 11 in getal. En schetsboek 9 en 9, dat is dan het bewuste schetsboek. Dus in zeer slechte staat. Ja. Er zijn overal bladzijden uitgescheurd. En ook, kijk, dit is een ander schetsboek, hè? Dat is een ander schetsboek. Maar als je toch ziet hoe onleesbaar dat toch vaak is, hoe kom je daar dan in godsnaam uit? Nou, dit is natuurlijk helemaal moeilijk. Dit is helemaal een moeilijk. En kras, maar ik kan het herkennen als het begin van Pensée d'amour. Ja? Dat is ook. Nee, dat is als het begin van dat klavierstuk in 1834. Ja, hoe gaat dat? Dat is een heel tragisch motief. En dat heeft hij ook gebruikt als grondmotief voor de hele cyclus. En dat is dus duidelijk nog in de noten te herkennen. Dat kun je zien. Dat is A, G, Vies. En dan Vies, G, A, verderop. Maar een ongelooflijk gekras. En ja, er staat nog een motto doorheen van Schiller. Hè? Hij heeft daar een gedeelte van een tekst van Schiller, waarin een heel tragische soldaat, die met wallen onder de ogen, wordt geschilderd. Ja. En heeft hij zichzelf natuurlijk ergens herkend. Ik dacht hoe zo'n man bezig is geweest, hè? Met die tekst. Ja. Dit is mooier. Dat is mooier. Dat is dus uit het echte schetsboek van N9. Dat is een gedeelte uit, maar je houdt het wel op de kop, Hans. Oh, ja, zeker. Ik zal deze even zo halen. Dat klinkt ook heel raar dan ineens. dit is een bladzijde uit deel 10. Dat is een lange compositie in S groot, zonder titel. Een beetje etudeachtig van karakter bijna. Daar is eerst een inleiding van 13 maten. Ja. Dan worden de akkoorden voluit geschreven. Ja. Dan gaat hij die akkoorden herhalen, maar er komt een melodie doorheen. Een hymnische melodie. En die vinden wij op die tweede balk hier, dat is die hymnische melodie. Maar alles wat hij al opgeschreven had, die akkoorden,
Die schrijft hij gewoon niet op, maar dan schrijft hij een cijfertje, namelijk maat 3, maat 4, maat 5, ja. maat 6, maat 7. En als je die bladzijde kwijt bent, dan kom je er nooit meer uit natuurlijk. Dan kom je er nooit meer uit, nee. Dat was ook met het orkestwerk De Profundis, dat was ook onvoltooid. Dat lag er ook maar jaar in jaar uit. Totdat iemand dacht, hé, die cijfertjes 1 tot en met 60, die slaan op die cijfertjes 1 tot en met 60. Ja, ja, ja. Aan het begin van het stuk puzzel. Moet je dat gewoon daar plaatsen. Voilà. Maar het is nu uitgegeven, hè? Ik heb alles uitgegeven. Ik heb net gisteren de folder gekregen. Die heb je nog niet gezien, geloof ik. Nee. Nou, zullen we ook even laten zien. Ja. En als je dan naar binnen gaat kijken, dan op een gegeven moment zie je de noten. Dat is dus de bedoeling. Ja, dit is de folder, de promotiefolder. Promotiefolder. Dit is de voorkant van de uitgave. Ja. Dus als u het wil spelen, is het moeilijk? Het is vrij moeilijk. Ja, dus je moet wel goede pianist zijn, hè? Ja. Het is uitgegeven in twee delen. Dit is volume 1 en volume 2 is soortgelijk. Dat is toch een heksenwerk geweest, denk ik. Zeker. Een jaar of 3, 4... mee bezig geweest. Ja. Nou, je gaat ons nu verrassen met een stukje eruit. Postlude heet dat. Ja, dat is het laatste deel. Een iets korter deel. Een beetje beschouwend karakter, inderdaad. Het gaat eigenlijk terug op een ander stuk. Dat heet het Prelude. Vandaar dat ik die titel Postlude tussen haken zelf heb toegevoegd. Omdat het toch wel iets als een postlude karakter heeft. Ja, maar het was naamloos. Het was naamloos, ja. 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 Dus dat is jouw eigen naam die je daar ja, aangeven. Ik heb twee keer een titel toegevoegd, zodat er geen titel was. Nou, ik wens je veel succes. Je gaat het spelen op de 26e, dat is op zondag over 14 dagen. Dan zit je het om 11:30 te doen in de tijd van deze uitzending. Ja, het is met een lezing. Het is een lecture recital. Een lecture dus en daarna ik stel me op het punt dat ik gewoon de mensen deel, mijn genoot maak van deze cyclus. Doe ik al sprekend, ik laat dia's zien. En ik speel ook af en toe een beetje. Nou, net zoals je nu doet. Hartelijk dank, veel succes. En dat vindt dan allemaal plaats bij het 10e Liszt Festival. Daarover ga ik u straks meer vertellen. Hier is Albert Brussé achter onze vleugel in de huiskamer. Thank you.
harmonie, poëtiek et religieuze. En u hoorde daaruit Postlude, gespeeld door Albert Brassé. We ben ik toch jaloers op mensen die dat geduld kunnen opbrengen en die ook de gave hebben om zo'n stuk helemaal te reconstrueren. Fantastisch is dat. En natuurlijk ook dan nog zelf eruit te spelen. Ja, het is tijd voor een paar tips. En de eerste tip die gaat over dat Tiende Liest Festival waar ik het zojuist over had. Dat vindt plaats van 24 tot en met 27 oktober in verschillende zalen hier in Amsterdam. Bijvoorbeeld de grote kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. De Bachzaal, Felix Meritus. En ik noem u een paar hoogtepunten. Ja, natuurlijk de masterclass van Gyorgy Sandor in de Bachzaal gedurende 2 dagen. Vrijdag en zondag is dat 24 en 25 oktober. Natuurlijk de 26e. Een concert waar Igor Roma zal spelen. Daar vergis ik me even in. Dat is, dat is een marathon, ja inderdaad, waar Igor Roma zal spelen. Het slotconcert met Gyorgy Sandor als solist in de Totentans van Liszt. Een prachtig stuk, begeleid door het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Hartmut Henschen. Dat allemaal op het Liszt Festival. Inlichtingen kunt u krijgen bij, ik zal het eventjes opnoemen uit het boekje. Dat is bij de Stichting Frans Liszt Festival en die is gevestigd in Vinkeveen. Dan, in het afgelopen seizoen kon u bij ons kennis maken met de Waals-Franse componist Théodore Gouffy. En hij leefde van 1819 tot 1898. Het duo Tal Groothuizen speelde toen pianomuziek van hem, maar dit is heel bijzonder. Dit is een requiem van hem. Dat zal worden uitgevoerd op de 17e oktober aanstaande door het Christelijke Oratoriumvereniging Ex Animo en het Randstedelijk Begeleidingsorkest onder leiding van Wim de Ru met solisten. Ik heb het stuk op band beluisterd. Prachtig stuk, beetje opera-invloeden, heel mooi vocaal geschreven, ook heel mooi voor het koor, genieten geblazen. 17 oktober vindt dat plaats in de Hooglandse Kerk in Leiden, aanvang 19:15. En dan de laatste tip. Die gaat over de Vara-matinee van aanstaande zaterdag in het Concertgebouw in Amsterdam. Die begint om 14:00 en niet zoals altijd om 15:00. Dat zeg ik er maar meteen bij. En er gaat onder meer, ja, ik vind het een van zijn allerbeste composities, de Music for 18 Musicians van Steve Reich. En verder gaat er een wereldpremière, de Three Tales Part 1 van Reich. En dat is dan de Hindenburg. Ik zou zeggen, gaat u dan heerlijk genieten van die muziek van Steve Reich door het ensemble Modern in de Vara-matinee, zaterdag aanstaande, grote zaalconcertgebouw, 14:00. En dan nu aandacht voor muziek weer. Hier is de groep Boy Aki. Die.
En ik ga nu praten met de zangeres Monica Akihari, die naast me komt zitten. Dag Monica, misschien kan je als eerste de muzici, jouw clubleden, aan ons voorstellen. Ja, dat kan. Op gitaar Niels Brouwer. Ja. En op bas Johnny Tevreden. Ja. En op percussie Michael de Miranda. En dat is bij elkaar Boy Aki. Dat is bij elkaar Boy Aki. Ja, ik lees een citaat van jou uit het boekje van de CD. Die hier ergens... God, er is hier toch al een rommel, hè? Ken je die? Ja, die hier moet liggen. Het is gezegd. Staat geen merkje op? Nee. Nee, nee. Zo, dat is hem dus. Op zoek naar mijn Aziatische roots zijn Niels Brouwer, dus die zagen we op de gitaar net, en ik naar de eilanden van mijn voorouders gereisd. Tijdens de reis hebben we een rijkdom aan klankkleuren aangetroffen die ons enorm heeft geïnspireerd. Ja. Ja, dat is... Welk gebied is het? Zijn dat de Molukken? Onder andere Java, Bali en eigenlijk ook mensen zelf. De mensen uit onder andere Irian Jaya. En ja, je ontmoet, je ziet dingen en dan eigenlijk op dat je weer terugkomt in Nederland... besef je eigenlijk pas van wat je eigenlijk gezien hebt en wat je gehoord hebt. En dan komt er opeens een moment zo van, hé, dat kan je vertalen naar muziek. Ja. Is het nou zo dat je ook... muzikale elementen in je muziek hebt die we terug kunnen herkennen? Dat kan je in principe herkennen in die zin een aantal stukken waar bijvoorbeeld de gamelang toonsoorten gebruikt worden. In principe proberen we eigenlijk ook, wat dat betreft eigenlijk ook Javaanse, maar ook Molukse dingen toch bij elkaar erin te stoppen eigenlijk in de muziek. En bijvoorbeeld de Nagagaip is dan een stuk wat we net gezongen hebben, waarin we eigenlijk vooral de sfeer ook zo'n beetje proberen uit te beelden. Wat voor taal zong je nou in? Dit is een mengelmoes van het Molukse Maleis, maar ook van de Bahasa Tana. En met name Bahasa Tana, de echt oude, vooroude taal. En met name uit Haruku, een eiland op de Molukken. En dat komt dus nu helemaal terug in jouw muziek? Ja, en dat is eigenlijk ontstaan. Op een gegeven moment luister ik ook gewoon naar pygmee-muziek. En dat vond ik altijd hele mooie klanken. En toen had ik zoiets van, hé, maar op de Molukken heb je eigenlijk ongeveer gelijksoortige klanken. En toen had ik echt zoiets, kan je dat niet bij elkaar voegen? Ja. En kan je dat niet mengen? En dan blijkt inderdaad zo van, zo'n oude taal blijkt dan gewoon heel erg... Ja. Dus vandaar die term die je in het begin van de uitzending al gebruikte, world beat. Het komt eigenlijk van alle richtingen, van welk werelddeel dan ook, maar vooral Azië natuurlijk. Nou, voor een groot deel. En natuurlijk ook Afrika, als je zegt pygmeeën. En dat kan je eigenlijk ook weer terugzien aan de percussie. Toch, en dat hoor je zeker in het stuk wat jullie straks gaan spelen... zijn jullie niet geheel van jazz-invloeden vrij? Ik bedoel, beat, dat denk ik altijd, hé, dat is popmuziek. Ja, maar dat is het. Maar jij treedt zelfs op, en we zien dat zo eventjes, in de Vocal Jazz Night. Ja, met Marjorie Barnes, met Denise Jana, Lydia van Dam. Dat betekent
dat jullie toch in een, dat je, ja, in een jazzhoek zitten? Of zeg ik dat verkeerd? Eigenlijk is het een mengelmoes. En de jazz is voornamelijk eigenlijk, vooral omdat de composities vanuit een jazzmuziek gecomponeerd worden. En in principe ook straks zul je een stuk of van ons horen waarin vooral de jazz-invloeden heel duidelijk naar voren komen. En waar de taal Engels is. Engels is? Ja. 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 Want die, nog even over die taal die je gebruikt. Is dat een zelf gereconstrueerde taal dan op een gegeven moment? Of is het is eigenlijk... Als jij nou dat gaat spreken in Indonesië of de Molukken, dan verstaan ze jou? Of? Nee. Ze verstaan mij niet, want het is heel simpel. Het is een taal... Het zijn klanken die je hebt samengevoegd tot... Tot iets. Nou, in zoverre, het is wel een duidelijke taal, maar het wordt gewoon niet meer overal gesproken. Het is bijna uitgestorven taal. En daarom had ik zoiets van, kan ik daar dan inderdaad nog wat mee doen? En in die zin zo van, ja, muziek is dan eigenlijk... Juist iets om dat mee te doen. Ja, want het idee erachter is om dat verder uit te werken waarschijnlijk. Ja. Minder de jazzrichting uit, hoewel dat een ondergrond is. Ja, het is absoluut de ondergrond. Maar om het uit te bouwen toch naar die worldbeat. Ja. Maar het zijn echt Europese invloeden, zal je niet in jouw muziek vinden, denk ik. Hè? Wat we net hoorden, ja. de volkmuziek uit Bulgarije, wat de compositie die we er straks horen van Slagwerk, ja. Dat is niet in vraag. Of laat je je zover inspireren? In principe is het... Ik zie al ja knikken. Ja. De heren willen het dolgraag. Dus het gaat verder dan dat alleen. Het gaat verder dan dat alleen. En in principe, misschien kunnen ze een shot nemen van de percussie. En dan zie je eigenlijk een mengelmoes misschien kunnen we dat even zien. Van slagwerk, wat je eigenlijk ook net gezien hebt... Van ja, Tatjana zou er jaloers op zijn, denk ik, hè? Ja. En dan is het ook zo van, ja, wat is muziek? Muziek is zo groot en zo universeel. Zeker weten, ja. En dan is het echt zoiets van, ja, het is ook de tijd. Maar we gaan nu naar de blues, hè? Ja, zeker. Hoe heet dat stuk? Het heet The Boys Blues en Boys is eigenlijk een vertaling van Princess. En daar komt ook de Amerikaanse invloed weer om de hoek kijken. Okay. Ik wens je heel veel succes met Boy Aki en in de Vocal Jazz Night. Boy Aki tot slot van de uitzending. Volgende week hebben we een bijzondere gast. Dat is de zanger, de tenor John van Kesteren. Ouderen onder u die kennen hem zeker. Hij was wereldberoemd, heeft overal ter wereld gezongen, maar ook in Nederland. Veel Matthäusen, heel veel Matthäusen. En ik ga een uurtje met hem doorbrengen. Hij zal ook nog zingen, dat is heel bijzonder. En ik zou zeggen, kijkt u volgende week om 11 uur, dan zijn we er weer. Tot dan.
Sadness cries a madness. She lies.